Er wordt van alles overheen gegooid. Poepzakjes, stenen, speelgoed, schoenen, sokken. Handschoenen worden ieder jaar opgegeten. Sleutels. Een nandoe heeft een soort pikreflex-achtig iets. Dus eigenlijk alles wat glimt en wat interessant is, dat pikt die. En ook handen kan ook, dus bij kinderen ook, maar het heeft totaal niet dat hij aanvalt of iets. Het heeft alleen maar, hij wil alleen maar eten. En ja, hij eigenlijk alles wat in zijn bek past, slikt hij door. Nu waren er schoenen overheen gegooid met sokken. En daar heeft deze toen, die heeft hem opgegeten. En ja, uiteindelijk 3 dagen later, mensen hadden het gezien, dus die hadden een melding gemaakt. En 3 dagen later had hij ze gelukkig uitgepoept. Dus hadden we ze gevonden. Dit zijn de sokken. Nou ja, je ziet het, het wordt dus helemaal niet, het verteert hier dus helemaal niet. Dus dat ook fout kunnen gaan. Ja, en vorig jaar is er dus 1 overleden daardoor. Die kon het dus niet verteren. En er is de dierenarts bij geweest en alles. En het mocht niet helpen. En het zijn vooral kinderen, maar ook volwassenen. Ook heel veel poepzakjes met poep erin wordt er ook overheen gegooid. Maar ja, dat eten geiten bijvoorbeeld. Dat eet hij dan weer niet op, maar geiten eet het wel op. Nou mensen, gooi niks over het hek heen. Want onze dieren... Die kunnen er ziek van worden of van doodgaan. En denk voortaan gewoon na en gooi je spullen gewoon in de prullenbak.